Mevrouw Diana Pocky, een hele goede morgen. Ja, goedemorgen, meneer Simpson. Goedemorgen, iedereen. Ja, goedemorgen vanuit Sweeties Ranang. Mooi zo, goed dat te horen. En dan zien we dat zondag voor velen een dag is, eerste dag van de week. En als we terugkijken naar afgelopen week, wat is u bijgebleven? Nou, wat nu actueel is, zijn de discussies omtrent de Mennonieten en de komst van de Mennonieten in Suriname. Als je het mij vraagt, dan zijn er heel veel vraagtekens, heel veel onduidelijkheden binnen onze gemeenschap. En het houdt niet alleen de inheemsen of de Marons gemeenschap bezig, maar het houdt de Surinamers bezig. Dat wil zeggen, dan wil ik dan voorzichtig concluderen dat de communicatiestroomlijn vanuit de regering met de burgers, dat het niet is wat het wezen moet. Ja, omdat als we luisteren naar de verschillende reacties vanuit de toppers van de regering, binnen de regering, dan zien we dat er tegenstrijdige zaken zijn. Dan weet die minister niks. Dus ik denk dat ze goed op één lijn zijn of dat er een planmatig te werk wordt gegaan. Dus dat is mijn bevinding omtrent deze kwestie. Ik heb toevallig met de heer Souverein gesproken en hij wijst heel veel van die verhalen naar het Rijk der Fabelen. En hij zegt van de regering heeft nagelaten, net als wat u zegt, om beter met de mensen te communiceren. Want nu krijgen zij de Mennonieten de schuld van alle nare dingen in het land. Maar ja, dat is gezegd over de Mennonieten. U bent nu NPS'er, maar goed dat u daar geen minister meer bent, want wat zou u het moeilijk krijgen? Ja, dat is een feit doen we ook toch. En we brieven ik wat brieven mataki alles maar een pad die uitgestippeld. Ik behoor niet tot die groep. Nee. En ik zou me ook niet verantwoordelijk stellen voor al deze blunders. Dus dat is een feit doen we ook al met al. Ik ben dankbaar dat ik eruit ben. En min of meer zomaar eruit, dat is een reden. Ja. En waarschijnlijk de man locatori ook toe heeft een loco aan reden zou geven aan. Zij de met de schopmiddel eruit, dan zie je dat men de president, dat, dus de ABOP, de partij die men had voorgedragen als minister van of ministerkandidaat GBB, het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, dat is de politieke partij ABOP. En zij hebben aangegeven dat ik geen draagvlak meer genoot vanuit de partij, vanuit de structuren van ABOP. Dus ja, een voorzichtigerwijs, ik kan tak van de mafiri, de maproef, dat ik dans naar de pijpen, maar ik respecteer wetten en ik euroko naar fasisang fiti. Dus dat ik denk dat laten we er heel vroeg eruit trappen voor aan de kong blokkeer agenda of apasisa de van plan voor waka. Dus ik breed me de dankbaar voor api story dat iemand een gado doen roko. Ja. Dus als ik het zo begrijp, dan hoor je het aan de andere kant. Ik heb meneer Edward Belfort een keer horen zeggen van, ja, hij had eigenlijk niet zoveel te zeggen. Het was de president die dicteerde en zeide van, dit moeten jullie, dat moeten jullie. Is het altijd zo geweest binnen de Surinaamse politiek dat een minister afhankelijk is van de grieven van een partijvoorzitter of een president? Nou, de politieke realiteit wijst dat uit hoor. Dat is echt de politieke realiteit. Maar de manier hoe ze zijn omgegaan met Diana Pocky als minister van GBB, dat was een, ja, dat hebben we nog niet gezien hoor, binnen de Surinaamse politiek. Maar het is wel zo dat je wordt voorgedragen door jouw politieke partij. En je kan zeggen, de voorzitter hoor, draagt voor, hij bepaalt.
Zo is het aan toegegaan binnen de ABOP. Het is niet bevestigd door structuren, maar de voorzitter van de ABOP draagt kandidaten voor en hij bepaalt wanneer hij je eruit trapt. Dus dat was wel een bijzonder geval hoor. Ik denk dat het grof is zo als je het algemeen bekijkt. Dus mijn situatie was een aparte. Dat was een Als ik zeer, zeer aparte. Ja, zeer apart en grof ook toe. Ja, dat mag ik wel stellen. Ja. Maar in de politiek Ja, zeggen, want er in de politiek zijn wordt er opgelegd gezegd, van. Ja, wat zei u? ik zeg in de politiek wordt er gezegd, het overkomt je, je laat het vallen, ifasikindi, en dan kijken we de volgende verkiezingen of we weer partners kunnen zijn. Oh ja, ja, we moeten. Bedoel je als MBS? Nee, u als persoon. Want het kan ook zo zijn dat de NPS straks misschien een samenwerking weer aangaat met de ABOP. En dan, ja, moet u het verleden laten gaan, toch? Structuren van de partij bepalen dat, hè? De structuren van de partij. En als de structuren dat hebben beslist, dan kan je niks eraan doen. Maar feit is dat we werken hard in het veld als NPS'er, als NPS-familie, om zoveel mogelijk zetels binnen te halen, om een sterke positie te hebben de komende periode. Ja. Dat is ons gemeenschappelijk doel. Dus en de samenwerking moet gaan op basis van ideologie. Even ook afvinden naar bepaalde, zeg maar, bepaalde gebieden. Maar het moet een Suriname gericht zijn. Hè? Dus aan een zomaar, maar samenwerking, maar soort een snel huwelijk, no way out. Dan kiezen we een partij om samen te werken. De geschiedenis ligt daar. Dus ik denk niet dat de NPS een zomaar blauw-blauw zo een samenwerking zal aangaan met any partij. Op basis van een ideologie moeten we dan een huwelijk sluiten. Ja, we gaan het hebben over mevrouw Diana Pocky. U bent NPS'er. Voelt u zich NPS'er? Nou, als ik mijn politieke en geschiedenis zo nagaat, bekijk, dan zeg ik van nu pas heb ik een weloverwogen politiek besluit genomen. Kijk, als een bepper is het mij gevraagd toen ergens 2010 om kandidaat te worden van de BEP. Het is mij gevraagd. Hè? De structuren, voornamelijk in Brokopondo, hebben dat gevraagd. En later, want toen Jugu Jugu BD binnen een partij met een groep, zeg maar, etnische groep Saramakaners tegen de Okaners. Het ging meer om de positionering van de Saramakaners binnen de politieke partij BEP. Dan dat bij Jugu Jugu BD zo heeft de BEP ons toen met Waldi Asambleelid Waldi Ajayi, hebben ze met een grote groep binnen Saramakaners, binnen de BEP, hebben ze toen geroeëerd, de Yaguno van partij. En toen dacht ik van oké, dan zal ik een andere partij binnen de A-combinatie ondersteunen. Zo ben ik beland bij de ABOP. Hè. Maar nu, voor nu heb ik een weloverwogen besluit genomen. Ik ben NPS'er en ik heb alle ondersteuning van de partij. Die NPS Biggie Famiri, daar ben ik welkom. Ik voel me thuis. Dat respect is er. En alobide en er is een goede samenwerking, goed contact met de voorzitter. En ik geniet ook de ondersteuning, alle ondersteuning van de voorzitter, het hoofdbestuur. Dus niks te klagen. Die samenwerking loopt en ik ben tevreden. Ja. Ja. Bent u tevreden met welke ideologie u nastreeft of maakt het uit zolang u goed wordt gepositioneerd? Nee, het gaat niet om positionering. Het gaat om jouw de ideologie van de partij, daar sta ik achter. En als we even terugblikken, de periode waar de NPS politieke macht had
En hebben we gezien dat het heel goed is gegaan, nationaal. Hun nationaal beleid was, je weet, het woord zegt het al, nationaal. Dus noang discriminatie, maar hun beleid was gericht op zeg maar een stabiele economie, de positie van de minderdaadkrachtigen, de Mofina-Wans. Daar waren we toch wel best tevreden mee. En Teuluku, als situatie, als we kijken naar het binnenland, dan zien we dat Apistesang, MPS bij Aba Atiri, dat we Sitak Asambe Waka Morobu. Als we kijken naar hoe men omgaat met een uitgiftebeleid, dan gaat het concreet om goudconcessie, houtconcessie, heel rommelig. We zien dat het dat Apistesa MPS Betiri dan aha osnobed zo in het buskondre, in het binnenland. En Evushi, al met al sa MPS bouw op, dat Evushi met de binnenlandse oorlog, alles aan vernietigd. Dat we zien dat alles maar dat kiesregeer mag, maar de Noorokona opbouw voor Abuskondere pakken. Er is bijna niks gedaan. Dus daarom zeg ik van, we moeten NPS de ruimte Je geven, wilt mail. want hij zorgt dat NPS komt, dat ruim troep op, weet je, als spaar, probeer voor herstel, meka economico gezond toe, dat trasma komt, af vernietigd. Weet je, populistisch beleid uitvoeren, baheer money, waardoor we weer op nul moeten beginnen. Dus al met al heb ik alle regeerperioden afgelopen, zeg maar, 20 jaar op een rijtje gezet. Misita, Atenza, MPS, Betiri, Asanbego, Asanbewakamorobo. Ja. U was nog geen NPS'er toen de NPS uit deze regering trad. Vond u het een goede zaak? De gesprekken waren al gaande. Ik was nog niet formeel MPS'er, maar ik had wel. Het proces was al gestart en ik had al contact met de partij. Dus het was ook een voorstel van mij van een liever eruit, want het gaat niet, het ging niet. De samenwerking, er was geen respect. Men gaf geen gehoor om in bijdrage vanuit adviezen vanuit de NPS werd terzijde gelegd. Dus het was een goed besluit. Het had ook eerder gekund hoor, als je het mij vraagt. Maar we zijn afhankelijk van structuren. NPS aan een dictatorpartij, dat voorzitter Juan Itaki. Dus voldoen aan ronde, Arki Alading. Structuur van partij, dan had het wel even geduurd. Maar het is toch, het is een feit en we zijn blij mee. Niet Ja. dat u inbreng inhaalt, maar uw voorkeur ging van eruit stappen. Laten we gaan luisteren naar de president. Hij zegt het volgende. En we gaan door. Ja. U mag weten, voor zover het niet bekend is, dan ga ik het vandaag hier bekendmaken. In de start van het overleg om te komen tot coalitievorming was de voorzitter van ABOP en VHP. En dat we samen 30 zetels hebben, we gaan samen regeren. Dan maar in die ABOP heb je ook die PL. Ik heb tegen de heer Brunswijk gezegd: nee, ik wil de NPS erbij. Ik wil de NPS erbij. Ik ben gaan praten met de heer Rusland. Toen heeft de heer Brunswijk, als jij de NPS erbij wil hebben, dan moet je die NPS-positie aan UNOGI. En daarom zie je, van de VHP hebben constant NPS-posities gegeven. Het is niet van de andere partij gekomen. Wij hebben gegeven constant aan de NPS. Daarmee hebben we laten zien, de NPS hoort erbij. Ze hebben wat interne issues. En op basis van de issues hebben ze een besluit genomen om uit de coalitie te treden. Ik respecteer elke beslissing. Maar aan de andere kant is het wel goed. Als je gezamenlijk het besluit neemt om het land uit de crisis te halen. Een land uit een diepe crisis te halen. En daarvoor hebben we zware maatregelen nodig. En dat we zware offers moeten brengen. Dan is het juist belangrijk. En dat ding. Pe aboto, sa us don samen.
samus pusarna uit dat diepe crisis. En hij van boto hij met squala. Hij van boto hij met orkaan en een storm. En wat kapten dat hij, samus tjara boto gashoro op een goede wijze. Dan verwacht je juist in die fase ondersteuning. Dan verwacht je juist in die fase, ik hoor heb een kapten. Kolo ko fau kwantja raboto. Maar voor jompo go, uit raboto, is in ieder geval niet op het juiste moment gekozen. We hebben ruzie met niemand. We hebben geen enkel vijandigheid. Ik heb een verantwoordelijkheid als regering nu. De VHP heeft een verantwoordelijkheid als regering. Ik ben president, ik heb een verantwoordelijkheid. Ik heb even geen tijd in die kleine kissen tussen partijen. Mijn missie is dat land Suriname, dat volk Suriname, moet uit de diepe crisis. En ik zal het leiden. Dat zegt de president van de Republiek Suriname. En als ik hem zo hoor, dan denk ik van ja, in tijd van nood leer je je vrienden kennen. Nou ja, het is een bla 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 verhaal. Precies hoe hij stelt, vaststelt dat hij geen tijd heeft voor kissen. Ik heb ook geen tijd voor bla 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 en podiumtaal. Want de realiteit heeft uitgewezen dat NPS een zodanig behandeling heeft gehad van, ach, die knikkers tellen, je hebt toch geen zetels, dus u bent geen partner. De twee partijen die het voor het zeggen hebben binnen de coalitie, is VHP, zijn VHP ABOM. Dat was de houding van deze twee partijen. En het werd ook gezegd door toppers van deze partij, van als je wil praten, als je hard wil praten, dan moet je komen met zetels. Wij hebben de zetels en wij bepalen. Dus niet op basis van ontwikkelingsvisie, maar op basis van zetels bepalen. Wij hebben de macht, wij hebben het voor het zeggen. Dus we luisteren niet naar een kleine partij. Dus dat was de houding, dat was de politieke realiteit van deze twee partijen. Dus dit is meer een bla 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 verhaal, alleen om de gemeenschap iets te vertellen, dan is de president uitgekomen, ja. Maar dat was niet de politieke realiteit. Dus verder zegt hij van, ik laat het maar voor wat het is. Ik ben nu bij NPS en u gaat naar Brokopondo, want Brokopondo is uw zetel. Daar hoort u thuis. En wanneer gaat u 28, dacht ik? Even een correctie aanbrengen. We zitten nu in Brokopondo. Ik ben geboren in Brokopondo, met name Bronsweg. Is mijn geboortedorp. Maar de bedoeling is dat NPS richting Brokopondo gaat om Diana Pocky te presenteren aan de structuren van NPS in Brokopondo. Maar het is niet dat ik ga Brokopondo dan omdat ik van Brokopondo ben. Want u weet, er is nu sprake van landelijk evenredigheid. Dus we werken overal. NPS heeft een vergadering, een start zijn van onze zeg maar campagnejaar. Want dit jaar moeten we het doen. Dit jaar moeten we veldwerk zodanig uitvoeren dat we 2025 alleen de administratieve zaken richting, zeg maar eind van het jaar, moeten we zover zijn. Helemaal ready zijn voor de verkiezing 25 mei 2025. Dus het is gewoon een vergadering, een structurenvergadering van de NPS in Brokopondo. Ja. Daar wordt u gepresenteerd en ik neem aan heel groot, maar dan gaat men ook aan u vragen van oké, Diana, Konakiano, weet u, bent erin, een Britse thee. Maar als docent, dan moet ik u ook vragen, wat vindt u van het onderwijs gebeuren nu en in Suriname en vooral in het binnenland? Kijk, we hebben gemerkt dat door de situatie in het land krijgen we steeds meer drop-outs. De studenten, zeg maar de ouders, er is geen garantie dat de kinderen verder of de studenten, de jongeren verder kunnen studeren. Als we kijken naar het binnenland, dan kunnen we zeg maar tot VOJ-niveau. Na MULO, dan moet je even kijken hoe je dan je vervolgstudie zal doen. En vanwege de situatie in het land, kiezen jongeren ervoor om te gaan werken. Dus dat is een zeer kwalijke zaak.
Dus dat moeten we zeer zeker, als we de ruimte hebben, als we genoeg zetels halen om de ontwikkelingsrichting van Suriname te bepalen, moeten we dat zeer zeker oppakken. We zijn niet tevreden, het kan sowieso beter, maar wat de huidige situatie uitwijst, is het helemaal niet goed te praten. Dus we moeten als een burger van het land, moeten we steeds proberen om daar waar we een bijdrage kunnen leveren, ondersteuning kunnen bieden middels adviezen. En moeten we dan de ouders stimuleren om dan hun kinderen te motiveren om hun studie niet te laten om te gaan werken. Maar soms kan het niet anders. Dan helaas moeten ze dan stoppen om dan hun ouders te ondersteunen. Maar heeft u oplossingen? Heeft u oplossingen voor het probleem in het binnenland? Want u praat over drop-outs en ouders die werken. Maar oplossingsgericht. Ja. Nu wordt er gezegd, mevrouw Levens, uw partijgenoot. Laat me niet zo denigrerend zeggen, maar bij velen komt ze niet over als iemand die wat heeft gedaan voor het onderwijs de afgelopen zittingstermijn van haar. Ja, ik neem aan dat het gaat om één regering. Toch? We hebben geparticipeerd binnen regering Santokki. Dus de regering heeft alle verantwoordelijkheid. Maar het is niet zo dat de minister alles bepaalt binnen een ministerie. De minister en haar team. Toch? En als zaken, we hebben COVID gehad. Hè? We hebben tijdens de periode van Marie Levens hebben we COVID-periode gehad. Dus het was heel moeilijk werken. Dus al met al zaken die minder zijn gegaan, moeten we dan corrigeren. En daar heb je de huidige minister voor. Als je zegt van ik sta niet achter dit programma, dan heb je alle ruimte om het recht te zetten, toch? Dus mensen hebben hun mening, maar laten we kijken wat verkeerd is gedaan of fout is gegaan. En als nieuwe minister, als nieuwe regering, moeten we verbetering aanbrengen en niet steeds blijven klagen. Ja. Nee, maar het is ook zo dat wij ook aan u vragen, wat voor oplossingen zijn er voor de drop-out, voor de leerlingen? Heeft u iets voor ons waarvan we kunnen zeggen, oké, nou, Diana die komt met mooie ideeën, dus het is landelijke evenredigheid. Dus ik van de drop-outs moeten een tweede kans, derde kans krijgen om hun studie te vervolgen of te continueren of te hervatten. Ze moeten sowieso vanuit de regering, moet er beleid gemaakt worden om deze groep op te vangen. Begrijp je? En we zien dat in het binnenland is het makkelijk van, de jongeren zeggen van, dan ben ik een soekamoni, dan ga ik boosie, met alle gevolgen van dien. Dus zeg maar andere alternatieven om verder te gaan. Begrijpt u? Maar alles als eerste, binnen de politiek, dan moet je werken aan de zetels, aan de stemmen, genoeg ondersteuning krijgen van de regering om dan die verbetering te brengen. En daar werken we naartoe, ja. Bent u een voorstander dat de NPS met alle politieke partijen moet gaan samenwerken ten koste van politieke positie, president, vicepresident? Het gaat niet om de positie of de positionering. Het gaat meer om wat moeten we doen als NPS'er. We moeten hard werken in het veld. We moeten proberen. We moeten ons uiterste best doen om de gemeenschap te overtuigen dat we de komende verkiezing alle ondersteuning geven aan NPS om dan een sterke positie te hebben. Met wie de NPS werkt als persoon, maar de structuren binnen de partij moeten die richting bepalen. Ja. Dus het is niet iets van de voorzitter of van Diana Pocky, maar de structuren binnen de NPS bepalen welke richting of
hoe de samenwerking eruit zal zien. Ja. Ik bepaal het niet. Ik viel wel even weg, maar dan gaan we even naar iets actueel hier, zo zien wij. Vraag aan mevrouw Pocky wat ze ervan vindt dat het Hof van Justitie het bezwaarschrift in behandeling zal nemen van de groep advocaten. Dat is één. Krijg ik hier? Nee. Oké, de eerste vraag is, de eerste vraag, bent u verrast dat het Hof van Justitie het bezwaarschrift in behandeling zal nemen van een groep advocaten? Nee, ik ben niet verrast. Toch, het Hof doet zijn werk en dat moeten we respecteren. We volgen de ontwikkelingen. Dus ik ben niet verrast. Nee, Ida? Ja, het is een goed recht, zegt u? Of zegt u van, nou, de zaak is gesloten en laten we vooruitkijken? Nou, het is hun goed recht. Op basis van hun deskundigheid hebben ze dat besluit genomen. Dus ik ben niet verrast geworden. Ja, gaat u een voorstel doen om gratie verlenen onder voorwaarden dat er rust komt in het land voor de ex-president Bouterse? Hij was immers een hele goede president. Ik proef geen onrust binnen de samenleving, hè. De president, meneer Bouterse, gewezen president Desi Bouterse, heeft een behoorlijke achterban binnen de gemeenschap. Dat is gewoon een feit. Maar dat er onrust heerst binnen de gemeenschap, merk ik niet. Het is de rechterlijke macht doet zijn ding. Laten we ze de ruimte geven om hun werk naar behoren te doen. Ze moeten vrij zijn om hun werk uit te voeren. Wat gaat de NPS de komende verkiezing doen? Wat zullen ze veranderen in het land? Nou, op de eerste plaats... moet je werken om de positie. Je moet werken om de zetels binnen te halen. Sowieso merken we een soort etnische strijd binnen de gemeenschap. Dus die Sweetie Sranang van dus dat we gewoon als Brada en Sisa leven binnen de gemeenschap. Je merkt van politiek. Probeert een heleboel te verpesten in het land. Dus en dat gedeelte moeten we proberen om te verbeteren. Dat ondanks alle politieke zaken binnen het veld, binnen de gemeenschap, moeten we dan proberen om om in vrede met elkaar te leven. En als we bezig zijn met de politiek, moeten we weten dat we dienaar zijn van het volk. Dus wij moeten het volk dienen en niet omgekeerd. Dus alles wat goed is voor land en volk, daar gaan we voor. En we moeten die vrede terugbrengen binnen de gemeenschap. En we moeten werken naar duurzame ontwikkeling in Suriname. En de situatie, ons sociaal beleid moet duidelijk zijn naar de gemeenschap toe. Laten we daar waar de sociaal zwakkeren zijn, laten we data gaan verzamelen. En de sociaal zwakkeren, lange anugie de sociaal zwakkeren, om dan weer boven water te komen. En niet gewoon middels een sociale, een financiële steun naar de gemeente, naar de gezinnen, de zwakke gezinnen, maar de zwakke gezinnen moeten we proberen te versterken. Daar begint het. En dat we proberen om ons onderwijs, om heel veel te investeren binnen het onderwijs en dat stukje politieke afhankelijkheid wegwerken en dat we moeten werken aan vorming en opvoeding van onze burgers. Werken aan kritische burgers. En die kritische burgers moeten we dan moeten vrij zijn om hun mening te uiten. Dus die vrije meningsuiting moet er zijn. En we moeten niet proberen om mensen de mond te snoeren. Dat is heel erg belangrijk. Ja. Maar vindt u dat dat gebeurt als in Suriname? Wat zegt u? Vindt u dat dat gebeurt in Suriname? Dat wat? Mensen de mond snoeren. Ja, dat gebeurt toch. U merkt het toch, die wordt opgehaald omdat je dat hebt gezegd tegen de regering.
het is duidelijk te zien, toch? Oh, dus als, het is toch duidelijk te merken binnen dus, de gemeenschap. Dus als meneer Piquet zegt dat de minister van Justitie en Politie een oen is, dan is het vrijheid van meningsuiting of is het belediging? Het hangt er vanaf. Meneer Piquet moet uitleggen wat hij bedoelt met een oen. Toch, het is de mening van meneer Piquet. Maar hoe ver kunnen wij gaan met onze uitspraken? Dat is ook een punt, dat respect moet er altijd zijn. Dat zeg ik wel, maar vanuit de regeringstoppers moeten ze ook de gemeenschap respecteren. Dus dat moet van beide kanten komen. Als je de ruimte laat als hoofdverantwoordelijke, als regeerder, als je heel veel ruimte laat, dan zullen deze dingen komen, toch? Ja, hebben wij van de NPS aan de andere kant en zij maakt zich klaar. Wat zijn uw voornemens en doelen, ambities om weer een minister te worden? Binnen de politiek ben je afhankelijk van de kiezers. Als ik door de structuren van de NPS word voorgedragen om kandidaat te worden, dan gaan we even kijken wat het resultaat is. En daarna zullen we aan de hand van, het resultaat, zullen we dan verder kijken wat het wordt. Bij mij gaat het niet om functies of positie. Bij mij gaat het erom, we willen hebben dat de NPS regeermacht krijgt. Dus we moeten hard werken om de gemeenschap, de kiezers, zo ver te krijgen om te kiezen voor de NPS 25 mei 2025. Dus het gaat bij mij niet om positie. We hebben een beller, u bent erin. Ja, met Ilse, goeiedag. Wat ik wil zeggen, mevrouw heeft het net eerlijk gezegd, al ben ik niet met alles van jullie. Ze heeft net gezegd, want men blijft dat herhalen wat de strategie is, van er is onrust en wij programmamakers van de Remie, vind ik jammer. Er is geen onrust. Men wil dat bewust, zogenaamde NDP, terwijl NDP zelf opgeroepen, rust, mensen rusten. En dit is mijn standpunt, hoor. Maar ik blijf dat gebruiken en men moet daarmee stoppen. Want ze al escaleren dat het dat naar NDP. En dat heeft ze net gezegd. Eén ding wil ik niet mogen opvragen. Want meneer Ori, die bij het onderwijs zit, wat helemaal niet had gemoeten. Die meneer heeft gezegd van alleen hun bestanden kunnen het land runnen. Dat zo'n uitspraak kan je niet maken. Mevrouw Matura zei zelf, die wint zelf. En die zelf zei niet als programma maken. Ze zei ja, enige raad van meer vertrouwen aan Jampan is in haar bestanden. Het kan niet. Je bent volks vertegenwoordiger. Weet je? Je bent volks vertegenwoordiger. Je stap zei je takkie. Want wat voor voorbeeld geef je de jongeren? Dat wilde ik zeggen. Dat luister ik verder. Heb je een vraag aan haar? Nee, dat was mijn vraag. Hoe ze daarop reageert. Okay. En de andere wat ze zei. Nee, dat is een orisme. Aan je merken. Dat we nu nog mee daarin. In een strategie te leven. Een scenario. Dat was... Ik luister verder. Dank u wel. Ja. Heeft u het gehoord? Yes, duidelijke taal, mevrouw Ilse. Dank je wel. Het is meer een opmerking. Er heerst helemaal geen onrust. Er was een rechtszaak gaande. De mensen hebben, de rechterlijke macht heeft daar werk gedaan. Of ze zijn nog bezig. Want er is geen punt erachter. Dus het proces gaat verder. Dus laten we gewoon afwachten en kijken hoe het gaat. Ja, hoe het verder verloopt, het proces. Ja. Wij als media moeten er niet in meegaan en proberen om rust te brengen. Dat zegt ze zo. Om een verkeerd beeld te schetsen dat er onrust heerst binnen de gemeenschap. Ja. Dat vind ik verkeerd. Ja. Mevrouw Diana, wat kunnen we verwachten als u groot gepresenteerd wordt in Brokopondo? Wat u kunt verwachten, in welke zin? Ja, u wordt daar gepresenteerd als NPS'er en daarom zeg ik van, u komt thuis, u bent daar geboren in het gebied en de mensen daar. Ja, gaat u ze iets extra vertellen? Kunnen we iets verwachten? Ja, dus kijk, we gaan richting Brokopondo naar Boskopu voor NPS en daar moeten we Brokopondo weten te overtuigen dat we komende verkiezing kiezen voor de NPS. En die boodschappen vanuit de verschillende sprekers moet duidelijk overkomen. En we zullen het ook merken als de boodschappen begrepen zijn, begrepen is, of
door de gemeenschap van Brokopondo. Snap je? Dat is de bedoeling, maar we wachten af. Ik weet wel dat ik zeker met respect en alle lobby ontvangen zal worden. Dat is een, daar zijn er geen twijfels aan. Maar laten we even rustig afwachten. De verschillende verschillende sprekers, met name de voorzitter, Diana Pocky en alle anderen. Ja. Ja. We hebben een beller, je bent erin. Hi, goedemiddag Reggie, met Leslie en goedemiddag mevrouw Pocky. Ja. Goedemiddag Leslie. Ja, ik heb zo naar u zitten luisteren, mevrouw Pocky. Maar mijn eerste vraag is dit. U had kort voor de verkiezingen in 2020 volgens mij gezegd dat de NDP een vloek is voor het land. En een virus is. En ik wil weten als u nog steeds achter die mening staat wat u heeft gezegd in die tijd. En mijn tweede vraag is ook een... U heeft zelf uw korte politieke loopbaan even toegelicht. En ik wil vragen, u bent van de BEP naar de ABOP gegaan. En van de ABOP naar de NPS nu. En ik wil vragen van, hoe geloofwaardig komt u over als u in zo korte tijd van partij naar partij bent gegaan? Hoe geloofwaardig is Diana Pocky? Wat ze zegt. Kunnen de Surinamers haar geloven, politiek gezien? Want als je van drie verschillende partijen in korte tijd zo geparticipeerd en je bent weggegaan, of je hebt het vrijwillig gelaten, of je bent aan de kant gezet. Hoe geloofwaardig is Diana Pocky? En dan ook nog de vraag van, u gaat nu naar een partij, NPS, die, als je kijkt hoe ze de mensen in het binnenland, vooral het Brokopondo-gebied, na het, je zou zeggen, Afobaka-project toen, daar, hoe ze die mensen zo eigenlijk zo verwaarloosd hebben achtergelaten. Ze hebben nooit serieus geïnvesteerd in die gebieden. Ze hebben nooit die mensen mogelijkheden geboden waarvan die mensen konden zien. Kijk, alles wat wij hebben opgegeven om een stuurdam te realiseren. Maar we hebben zelfs niet eens 10 kilowatt elektriciteit kunnen krijgen in die dorpen. En onder NPS bewind. Want als dezezelfde dus, NPS... Dus u heeft twee vragen. Leslie, u heeft twee... Dus eerste ik vraag is... Van, hoe is het een partij dan? Mm-hmm. Dat moet me uitleggen. Een partij die zelfs de achterban zelf niet in Paramaribo niet naar omkijkt en verwaarloosd. En de mensen in het binnenland in het verleden. Hoe kan ze dan nou komen zeggen, ja, NPS is een partij die altijd voor de mensen opkomt. Dan gaat ze daar antwoord daarop geven. Mijn eerste vraag van... Hoe geloofwaardig ze is en de volgende de uitspraak vraag... die ze had gedaan in 2020 over de NDP, of ze nog achter de uitspraak staat. Oké. Okay. Is goed, laten we gaan luisteren. Mevrouw Diana, drie vragen. U heeft gezegd, u heeft ze begrepen toch? Ja, ik heb ze begrepen. Oké, okay, dat op was Leslie, hè? Daar heb ik toen een uitspraak gedaan op basis van de omstandigheden toen. Op basis van het beleid van de NDP toen. We hebben nu een andere regering, dus we gaan verder. Dat is één. Maar jouw politieke loopbaan is uitgestippeld. Mijn loopbaan is uitgestippeld. Het is mij gevraagd. Ik heb de BEP ondersteund. Heel kort. En het was niet een situatie van... Het ging niet om Diana Pocky. Maar het ging meer om de groep, die etnische groep, de Saramakaners binnen de BEP. Ik ben toen eruit gegaan. Ze hebben een groep Saramakaners uit de BEP geroeid uit de BEP. Dat is één, dat is een feit. Later ben ik de ABO gaan ondersteunen. Ik heb heel hard gewerkt binnen de partij. Om antwoord te geven op die vraag, hoe geloofwaardig kom ik over voor binnen de gemeenschap, dat die antwoorden
moet meneer Leslie krijgen van de kiezers, van de Surinamers, van de burgers. Dus daarop heb ik zelf geen antwoord. Toch, de gemeenschap moet dat bepalen. Ik weet niet als meneer Leslie dat weet, maar ik ben kandidaat geweest 2010. Ik ben binnengekomen als volksvertegenwoordiger 2015, binnengekomen 2020, binnengekomen. Meneer Leslie, geef zelfs dan antwoord op uw vragen. En verder heeft hij gesproken over het bestuur van het land of zeg maar het beleid van NPS richting het binnenland. Klopt dat? Ja. Hoe kunt u als kind van het binnenland voor de NPS gaan kiezen naar wat we weten de NPS niets voor ze heeft gedaan? Zoiets, als ik het goed mag hebben. Nou, als meneer Leslie, ik ben niet eens met meneer Leslie als hij zegt dat NPS niks heeft gedaan voor het binnenland. We hebben geen regering gehad die alles goed heeft gedaan. Er zullen wel zaken zijn waar we zeggen van dat had de NPS toen de tijd anders gedaan of beter gedaan. Maar al met al heeft de NPS toch wel bewezen nationaal beleid uit te voeren. De NPS heeft gefocust op een stabiele economie. De NPS heeft gezorgd voor rust binnen de gemeenschap. Er zijn wapenfeiten. De scholen in het binnenland zijn gebouwd in de periode van NPS. Later tijdens de Binnenlandse Oorlog vernietigd. En we zien niet dat de regeringen daarna iets hebben gedaan. Dus het gaat bij ons meer om nationaal beleid. En de naam zegt het al, Nationale Partij Suriname. Natuurlijk heeft meneer Leslie zijn mening. Maar mijn politieke loopbaan is duidelijk. En de gemeenschap moet zelf antwoord geven komende verkiezing als ik op de lijst word geplaatst door de structuren van NPS, hoe geloofwaardig Diana Pocky overkomt. Ik heb geen antwoord daarop. Nou goed, mevrouw Diana Pocky, we hebben u gehoord. Ik wens u natuurlijk heel veel succes. En ik vraag me toch af, want zodra NPS of mevrouw Pocky naar het binnenland gaat, dus ik vraag me ook als dit weer gaat gebeuren, dat misschien niet de ABOP weer iets gaat organiseren daar en u gaat u daar presenteren. Dat hopen we niet, maar wat denkt u daar zelf van? En u mag afronden. Nou, dat mag gebeuren. De ABOP is vrij om haar veldwerkactiviteiten of haar om een vergadering te beleggen in Brokopondo. Dat maakt niet uit. Maar een feit is als mijn aanhangers, mijn achterban, is mijn achterban. Dus als de ABOP een activiteit of een vergadering belegt in Brokopondo, ook al is het dezelfde dag, we vrezen niet, we doen ons veldwerk. We hebben goed contact met het veld, met de gemeenschap van Brokopondo. En zij die het die de boodschap of de richting hebben begrepen waar we naartoe gaan, zullen aanwezig zijn op 28 januari. Volgende week zondag. De vergadering start 4:00. En we hebben een goed gevoel. We zijn bezig. Zolang Idwauroko een voorwerk doet boom, een voorbereiding doet boom, dan is er niks te vrezen. Dus we kijken uit naar een geslaagde vergadering komende zondag. Ja. Dankjewel en tot horens. Yes, ook mijn dank en een fijne dag. Yes. Ja, en dat was Diana Pocky van de politieke partij NPS.